Goedemorgen Marcel. Dag Frank, goedemorgen. Je hebt vandaag of vanochtend alweer de eerste groene tafelgesprekken gevoerd. Hoe zijn die gegaan? Nou, leuk, prima. Dag van het openbaar groen. Dus gisteren dag van de retail gehad. Dan is het nu weer even switchen naar die plant in de openbare ruimte. Leuke tafelgasten. Goede inspirerende gesprekken en altijd weer veel signalen dat je denkt, ja, wat liggen er nog veel kansen vooral? Dat valt mij wel op. Maar hoezo, waar liggen er nog veel kansen? Kun je daar misschien iets specifieker? Nou, kijk, je hoort veel pijn in de branche. Hè? Je leest het ook in allerlei bladen. Het loopt allemaal terug. Er was zelfs een stelling deze week op de website van de boomkwekerij. Waarbij alle kwekers gevraagd werd van, nou, iedereen moet minimaal 50% inkrimpen. En dan zegt daar, ik geloof, 70% ja. Dus dan zie je dat er veel aan de hand is op het moment. En hier aan tafel gaat het eigenlijk niet over die pijn. Hier gaat het over kansen, over dat je elkaar moet opzoeken. Dat je vaak hele simpele dingen, Frank, hoor. Gewoon logisch nadenken, het niet te ingewikkeld maken. Wij komen hier vanochtend Sunnet inrijden. En Emiel, waar ik hier de tafelsessies mee doe, die kijkt dan rond. En hij is een groenkenner, ik ben zeg maar de bestuurder. Hij zegt, kijk eens hier, kijk eens daar. En dan zie ik dingen en dan denk ik, ja, er liggen heel veel kansen. En die moet je pakken, daar moet je mee aan de slag. Ja, precies. Ik heb inderdaad ook gemerkt dat de mensen soms een klein beetje mineurstemming hebben. Ja. Maar over het algemeen, de mensen die ik spreek, ja, die zien toch ook wel weer nieuwe dingen en toch ook weer nieuwe kansen. Ja. Want alles wat je dus daaraan toe doet bewegen om anders te gaan denken. Ja. Ook juist weer ook vernieuwend in een branche gaan maken. Dus ook weer succesvoller. Ja, het is anders denken. Gisteren een uitspraak van Ronald Moerings aan tafel. Heel treffend. Die zegt, doe je niets, dan gebeurt er niets. Hij is daar wel het voorbeeld van. Dat is iemand die dus ergens stappen heeft gezet en dat blijft doen. En dat mis je dan wel eens. Een soort van mentaliteitsverandering. Hè? Het gaat niet meer vanzelf. De tijd van, ik ga bij die fax zitten. Dit is mijn faxnummer. En het papier is gevuld. En ja, wat gaat de dag vandaag brengen? Ja, die is niet alleen in de boomkwekerij voorbij. Die is volgens mij ook bij een autobedrijf voorbij. En die is ook in de bouwsector voorbij. Dus daar ben je als groen niet uniek in. En daar moet je iets meer voor doen. Dat kost moeite. Nou precies, want dus, het treft ons echt allemaal. Dus waar je ook mee bezig bent, het treft ons allemaal. Ja. En we moeten er gewoon voor zorgen dat we daar het beste van gaan maken. En ik denk dat dat eigenlijk wel een heel mooi slotwoord is. Ja. Vind ik ook, Frank. Ja, dat komt hier in die tafelsessies echt. Hier komen heel veel signalen in naar voren. Dit wordt straks ook gepubliceerd op YouTube. Dus die van gisteren, dag van de retail, telkens een fragmentje van een kwartier. Dus je kunt daar ook nog eens op terugkijken. Dat je denkt van, ik wil eens een deeltje zien. Voordeel van YouTube is, je kunt nog eens een paar minuutjes verder spoelen als je het even niet aanspreekt of wat dan ook. En dan zul je echt zien dat hier veel, daar kun je als ondernemer wel iets mee. Ja, dus goed. Super. Doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Doen we, dankjewel, ja. Hè. Oké, graag gedaan, dankjewel.